Ik heb onderzoek gedaan naar bestuurders van verpleeg- en verzorgingshuizen. En als je in hun, een beetje in hun huid kruipt, in hun wereld kruipt, dan zie je dat ze eigenlijk dagelijks dilemma's hebben. En die dilemma's die komen omdat ze in die zorg zitten, dingen voor die ouderen willen doen, maar door zakelijke belangen en regels van de overheid vaak dat toch niet voor elkaar krijgen. En dat stelt hen echt voor dilemma's. Ze hebben niet alleen dilemma's omdat ze zelf dingen willen en het niet helemaal tot stand kunnen brengen, maar ze kunnen ook wel eens zorg willen leveren op een bepaalde manier, waar de ouderen zelf of de familieleden of de mantelzorgers of zorgprofessionals eigenlijk niet op zitten te wachten. En dan krijgen, ja, dat is ook een soort dilemma. En er is een dilemma tussen partijen, zou je kunnen zeggen. Zijn dat dan altijd morele dilemma's? Ik noem ze graag morele dilemma's omdat ze dicht in hun hart zitten. Maar het heeft zeker ook vaak een moreel en een zakelijk stuk. En opgelegde regels die maken dat ze nou net niet kunnen doen wat ze willen. Dus het hoeft niet altijd zwaar ethisch te zijn als je ze zo zou willen benoemen. Kun je eens een voorbeeld noemen? Kijk, een voorbeeld is dat bestuurders worstelen met begrippen als gelijkheid en solidariteit in de zorg. Een mooi voorbeeld is dat een bestuurder een moreel dilemma krijgt over of hij nou wel een glas wijn moet laten betalen aan tafel in zijn verzorgingshuis of niet. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dat een glas wijn, hoe eenvoudig kan het zijn? Maar het sleurt een beetje aan zijn gevoel over solidariteit. Want hij denkt, ja, naast iemand die wijn drinkt, kan iemand zitten die het niet kan betalen. En hij vindt dat eigenlijk niet solidariteit. Aan de andere kant denkt zo'n bestuurder, ik doe wel recht aan dat iemand zijn leven kan leiden zoals hij dat eigenlijk graag wil. Die heeft misschien altijd een wijntje gedronken bij het eten. Nou, dat is een mooi voorbeeld van een dagdagelijks dilemma van een bestuurder. Wat kunnen we doen? Wat we kunnen doen is dat bestuurders ander leiderschap moeten hebben op het moment dat zij ontwikkelingen starten. Of eigenlijk een ontwikkeling zien. Ze moeten niet alleen bij zichzelf te raden, maar vooral met de ouderen zelf of met familieleden en zorgprofessional praten over die dingen. Want in ons onderzoek hebben we dat soort dialogen, zoals je dat mooi noemt, moreel beraden gehouden. Over bijvoorbeeld zo'n glas wijn. En dan zie je dat een bestuurder tot hele andere inzichten komt omdat hij het met anderen erover heeft. En dan zo'n begrip van solidariteit ook in een andere betekenis komt. En dan dienen zich ineens hele andere oplossingen aan. Dus een dilemma is ook een beginpunt van creativiteit. En dat benutten. Is het iets typisch van deze tijd? Deze dilemma's? Ik denk dat bestuurders altijd wel worstelen met die dilemma's. Dit soort dilemma's. Maar waarom zijn ze nu zo prangend? En is het nu zo relevant om daar meer van te weten? En hoe je die op zou kunnen lossen? Omdat de overheid in korte tijd de zorg in een totaal andere hoedanigheid geholpen heeft. De verzorgingsstaat is voorbij. De overheid heeft gezegd, beste mensen, doe het vooral meer zelf. En dat heeft gemaakt dat bestuurders met een heleboel partijen, in de eerste plaats de ouderen zelf, maar ook met woningbouwcoöperaties waarmee ze dingen ontwikkelen, de gemeente, ook een belangrijke partij geworden. Daarmee moeten ze dingen tot stand zien te brengen. Dat kunnen ze niet meer zelf. Dus die morele dilemma's die groeien buiten hun eigen domein, zou je kunnen zeggen. Dus ze moeten in gesprek met elkaar. Dus voorlopig zijn we niet af van deze dilemma's? Nee, zeker niet. Want de problemen die groeien. We hebben meer vergrijzing, ouderen die zorg nodig hebben. En het geld groeit echt niet mee. En ik denk ook dat iedereen een gevoel heeft dat de zorg ook anders moet. Een warmere zorg, zouden we kunnen zeggen. Dus het legt een grote verantwoordelijkheid op deze bestuurders om die verandering ook echt handen en voeten te geven.